Doopgifthaat. Ik maak vaak foto's in mijn vakantie en ja, als je een dagje uit bent of zo. En dan denk ik van, oh, leuke foto gemaakt. En dan is het toch niet wat ik wil. Ik dacht, weet je wat, ik nodig amateurfotograaf Joop Janssens uit en die gaat me uitleggen hoe ik een goede foto moet maken. Nou heeft Joop een prachtig fototoestel meegebracht. Als ik zo'n fototoestel had, Joop, dan maakte ik vast ook hele goede foto's. Ja, dat kan. Dat kan. Dan kun je goede foto's maken. Maar dan moet je wel kennis hebben van de basisprincipes van fotografie. Maar als ik hem gewoon op automatisch zet, daar is zo'n apparaat ervoor, dan is het er ook goed? Ja, in veel gevallen is het goed. Maar er komt nooit datgene uit wat jij graag wilt. Maar wat moet ik dan doen? Wat zijn dan de basisprincipes van een goede foto? De basisprincipes van een goede foto zijn, een foto moet scherp zijn. Ja. Een foto moet een goede belichting hebben. En de foto moet een goede compositie zijn. Dat zijn eigenlijk de basiselementen van een goede foto. Nou, Joop, compositie. Zal ik jou eens een paar foto's van mij laten zien? Ja. Dan moet jij eens zeggen van... Prima. Wat je ervan vindt. Ja, oké. Is goed. Even kijken. Laat maar eens even wat zien. Ik heb foto's gemaakt bij... Met het hoge water. Ja. Waar was hij nou in de hemels? Kijk. Compositie. Ik heb ooit gehoord dat je iets op de voorgrond... Dan krijg je wat meer diepte. Ja. Nou, ik vind dit zelf wel een aardige foto. Wat kan ik eraan verbeteren, Joop? Dit is geen slechte foto. Maar als je de compositie ziet... En ik zie hier niet altijd de regel van derde in. Als je kijkt ook de horizon, die zit in het midden. Ja. De horizon moet je proberen om een beetje op 1/3 van boven te krijgen. Of op 1/3 van onder. Oké. En de horizon moet recht zijn. Je ziet dat hier de horizon, je ziet dat hier de horizon niet recht is. Dus ik stond scheef? Nou, dat weet ik niet. Of je het toestel scheef? Of je hebt de camera scheef gehouden. Ja. Dat kan. Dat is logischer. Ja. En hieronder heb je te veel groen. Wat er eigenlijk niet toe doet. Als ik nou een beetje verder gras was ingelopen, dan had ik hetzelfde bereikt zonder dat ik iets af hoefde te knippen. Dus ik kan ook dat kan. In plaats van gewoon aan de kant ergens zo een kiekje te maken, denken van als ik nou zo dichterbij loop, dan... Goeie tip, Joop! Ja, dat klopt. Dat noemen ze lopend inzoomen. Lopend inzoomen? Ja. Ik heb nog veel meer foto's. Ja. Even kijken. Ja. Ik was in Italië en in Florence en dan vind ik zulke prachtige gebouwen. Oh, fantastisch. Mm-hmm. Deze kerk, volgens mij valt die om. Ja, ja. Nou, niet alleen de kerk, maar ook de toren. Ja, dus ja. Je ziet, en ik heb alleen maar van dit soort... Scheve torens, en het was niet in Pisa, hè? Het was in Florence. Ja. En die gebouwen daar rechts, dat... Ja. Maar hoe kan dat dan? Dat komt omdat je... Het ligt eraan wat voor type camera of je hebt. Je hebt de verschillende type camera's. Hè? Je hebt compact camera's, je hebt spiegelreflexcamera's en je hebt systeemcamera's. Ik weet niet meer wat voor een compact. Heel gewoon. Ja, nee, dat is prima. Daar kun je hele goede foto's mee maken. Maar die gaan dan, als je er dichtbij komt, gaan die het beeld vertekenen. Ja. En dat heb je met een duurder toestel, een spiegelreflex zoals ik heb, heb je daar veel minder last van. Ja. Maar dat kun je in je bewerking, kun je dat perfect rechtzetten. Ja. Kijk, ik heb daar... Maar je kunt het dus alleen maar recht krijgen als je een... iets meer hebt dan een compact camera. Een compact camera. Ja. Dan heb je daar minder last van. Dan heb je daar ik heb er ook wel eens last van. Ja. Ook Italië. Ja. En ik dacht, oh, wat een mooie daken hiervoor. Ja. En prachtig zoals je in dat dal kijkt. Dus ik maak een foto en het is helemaal niks. Joop, wat heb ik verkeerd gedaan? Nou, ik wil niet zeggen dat het helemaal niks is. Kijk, als je nou...
je eerste blik op die foto. Als je nou de eerste blik in die foto, waar gaat dan, wat trekt jou meteen de aandacht? Ja, die daken. Wat trekt de aandacht? Ja, die daken, maar ook het stuk hier wat hiervoor zit. Ja, dus een heel storend stuk. Ja. Ja. Dus. Nou, en als je dan verder kijkt naar de foto en je ziet hier de achterkant, ja, dan zie je daar een soort mist hangen. Ja, het was ook een beetje. Nou, dat is helemaal niet interessant voor de foto. Nee. Het bovenste gedeelte zou je er gewoon af kunnen halen. Je zou er nog wel meer af kunnen halen. Nou, dan heb je dus de andere foto. Die heb ik dus bewerkt. Ja. Ik heb dat stuk eraf gehaald, hè, dat lompe stuk wat hier links zat. Ja. En ik heb een stuk van de bovenkant afgehaald. Van het vergezicht, van dat dal heb ik eraf gehaald. Dan krijg je ineens een heel andere foto. Ja. Ja. En dan heb ik nog wat de kleuren aangepast. En dan zie je dat er ineens een hele andere foto uitkomt. Ja. En kan een normaal mens dat ook gewoon zo dat knippen, dat weet ik. Want dat zit op je computer. Dan kan je gewoon... Via Google kan dat. Ja. Ja. Maar ook gewoon als je als je je foto tevoorschijn haalt, dan kun je dat ook. Want dan kun je daar bewerken en maken. Exact. En dan... Maar de rest, wat jij doet met de kleur en zo, heb je daar dan een of ander moeilijk ingewikkeld programma voor nodig? Ja, daar heb je echt een Photoshop-programma voor nodig. Ja, ja. En ik werk heel veel met Lightroom. Ja, ja. En weer een landschapje. Ja. Ja. Als er iets op de voorgrond staat, dan geeft het meer diepte. Klopt. Heb ik ooit gehoord. Klopt. Maar, dan vind ik die boom zo storend. Ja. Die staat uitdrukkelijk in beeld. Ja. En dat was niet de bedoeling. Ja, ik dacht voor de diepte. Ja, ja. Wat had ik moeten doen, Joop? Nou, je had Want iets... op zich, dit is toch heel mooi. Dat klopt. Het dal. Maar die boom die springt er wel heel erg, heel erg sterk uit. Ik heb een hekel aan die boom. Ja, nou, dat kun je veranderen. Je kunt in eerste instantie al een stuk van die boom afhalen. He, dat je in ieder geval de horizon een beetje op... Horizon op ongeveer op, een derde van op boven. Op een derde? Dat hoeft niet per se hoor. Nee. En dan haal je al een stuk van de lucht weg. Want die lucht... Ook wel heel veel. Daar zit helemaal niks in. Ja. En dat heb ik dus gedaan. En dan krijg je zo'n foto. Ja. Wat kan ik toch mooie foto's maken, Joop? Jij kunt hele mooie foto's maken. Ja. Maar kijk, als je nou van tevoren, voordat je een foto maakt, even kijkt van, je pakt je camera en je kijkt door de zoeker of op dat schermpje en je gaat kijken van, wat wil ik nou precies fotograferen? Ja. En dat is even wat meer tijd nemen voor het maken van de foto. Ja. Niet denken van, oh dit is mooi, ik maak een foto. Ja. Nee, je kunt vaak een mooiere foto krijgen. Door een stapje naar links of een stapje naar rechts of twee pasjes naar voren of twee pasjes naar achteren. Of je gaat op je knieën zitten, hè? Dat noemen ze dat het kikkerperspectief. Mm-hmm. Of je houdt je fototoestel wat hoger, hè? Dat is het vogelperspectief. En dan, nogmaals, je moet geduld hebben. Je moet even kijken van wat is nou de mooiste positie om een foto te maken. Ja, ja. Mooi. De meeste mensen maken kiekjes. Ja. Heel vaak is het zo, mensen fietsen vaak, vooral oudere mensen fietsen veel. En die zien iets moois, pakken de gsm en die gaan een foto maken, stoppen weer in de zak en fietsen verder. Ja, daar ken ik nou ook, want zo doe ik het ook. Ja, nou dat is het maken van kiekjes, maar dat is niet het fotograferen. Nee. En dan zijn we nou al een heel eind mee van, dat ik denk van, als ik nou eens afstap, dan zou ik eerst eens goed kijken. Ja. Maar als je dan met z'n tweeën fietst, dan is degene die niet fotografeert, die vindt dat maar vervelend. Ja, Joop, hoezo? Of niet? Van, joh, schiet toch eens op met die foto. Ja, ja. Ja, want ik wil verder fietsen. Ja, ja. Dus je moet besluiten of dat je alleen gaat fietsen. Ja. Of dat je van tevoren afspreekt van, jij wacht even tot ik mijn foto gemaakt heb. Ja, of jij fietst door, ik haal jou wel weer in. Kan ook. Van tevoren afspraken maken of alleen fietsen en we gaan fotograferen. Alleen dat vind ik nou echt een hele goede tip, Joop. Alleen fotograferen is het allerbeste. Ja, dat denk ik ook wel.
Ja, dat denk ik ook wel. Want ja. Ik zou ook denken van als iemand anders een foto zit te maken van, oh, verschrikkelijk. Ja. Dus ja, misschien, ja. Of je moet allebei foto's maken. Dat kan ook. Dat kan ook. En dan een wedstrijdje van wie maakt de mooiste foto's. Wie maakt de mooiste foto's? De beste foto's. Ja. Mooie foto's is subjectief. Ja. Ja. Wat jij vindt, wat jij mooi vindt, hoef ik niet mooi te vinden. Nee, het moet een goede foto maken. Het moet een goede foto zijn. Ja. En dat betekent dus scherp, goede belichting en een goede compositie.